Ja mensen, we staan hier bij de BMW dealer en ik ga vandaag mijn allereerste auto halen. Ik ben best wel gespannen, dus we gaan gewoon naar binnen. Geen gezeik, let's go. Zou dat dan zijn, denk je? Ik weet niet. Ja, het moet wel, het is hem anders. Moest leren. Ik heb vandaag geen auto kopen. Ik sta achter de camera. Ik wel, en daar staat hij. To know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. Okay, mensen, zitten in de BMW 440i. Net opgehaald bij Sebus Breeman Alfa aan de Rijn. Top service. Hij heeft 326 pk. Het is mijn allereerste auto. Je kan hier zo de standen aanpassen. Kijk, je hebt sportstand. Dan kan je er daar zo zien, komt hij aanrijden. Dan heb je comfortmodus en eco-modus. Dan gaat hij ook hoger en lager en zo. Hij is 0 naar 100 in 5 seconden, dacht ik. Kom, laat even de buitenkant laten zien. Het is de 440i met en performance onderdelen. Dus je hebt hieronder de zwarte spoiler. Dan heb je hier zo die matrix lampen, weet ik veel. Uit de matrix natuurlijk. Met heel veel lampen. M logo's aan de zijkanten. M logo's op de wielen. M breken. Panorama dakje zit erop. We hebben hier zo een zwarte M-Performance spoiler. Zwarte type aanduiding. Er zit een soort van gare Akrapovic uitlaatkoppen wat op ofzo. Wat is dat dan? Er zit gewoon volgens mij een M-Performance uitlaat onder. Ja, het is gewoon een M-Performance uitlaat. Maar... Ja, lekker ook met een witte broek aan. Maar ja, die vorige eigenaar... Oké. Okay. Die vorige eigenaar had hem dus in oranje gerapt, maar dat zag er echt niet uit. Tenminste, ik vond het niet echt mooi. Dus ze hebben hem gewoon die wrap erop laten halen en in het zwart. Nee, dat is fucking lelijk. En er stond hier eerst ook een M-logootje voor, M440i, omdat het eigenlijk een M-performance is. Maar hij zei dat dat aan fabriek er niet bij zat, dus dan vind ik dat onzin om dat erop te laten zetten. Dus die heb ik eraf laten halen. De Akrapovic, dat is gewoon een opzetstukje, zeg maar. Is dat plastic? Ja. Dan verder. We hebben natuurlijk de M-spiegelkappen. En ja. Die zwarte toon erin is heel mooi. Ja, ga even reffen. Ja, ga eens even reffen. Oké, film de uitlaat. Ja, ben je klaar? Ik ben er klaar voor. Wacht, zou helemaal zwart. Doe het nog eens. Oké. Okay. Dus heb je gelijk het verschil gehoord. Oké. Zo. Ja. Hoor je helemaal. Besef dat ik dit gewoon heb gehaald van TikTok geld, ouwe. Het is toch bizar? Binnenkort op rapnieuws? Ja, is dit ziek genoeg voor rapnieuws TV? Ik denk het niet. Daarvoor dan nog is het wel echt heel ziek. Alles zit er ook op, geef ze maar. Ga gewoon door filmen. Je hebt ook nog daar zo'n heads-up display zitten. Push-ups. Wat heb je nog meer? Hier zo geeft hij dat ding aan als je instapt. Harman Kardon audiosysteem. CarPlay natuurlijk, hele mikmak. Alles zit erop. 2017 is hij. Ah, dat is wel echt heel ziek. We gaan nu eventjes door naar de flybys, denk ik. Gaan we even filmen daar. Flybys? Is gewoon de oprit naar het Archeon ofzo. Dus dat is kut. Dus we doen dadelijk wel even flybys filmen. Maar dat doen we even ergens anders. We gaan dadelijk ook even lunchen bij de Harbor Club. Want ja, je had natuurlijk maar één keertje een BMW. Dus daar rijden we dadelijk even heen. En dan zien we jullie dadelijk weer. Zo, ik ben wel ziek, ouwe! Ja. Oké, mensen, ik moet nog iets leuks vertellen. Jij weet dat ook nog helemaal niet, Joep. Maar
Op 4 november heb je in de beurs van Berlage het Beurs Insight evenement. En daar staan dan 30 inspirerende sprekers die gaan vertellen over aandelen en investeren en zo. En 3 keer raden wie een van die 30 sprekers is. In de beurs in Amsterdam bij AEX heb je dat evenement en ik mag daar 20 minuten lang praten. Wat ga je daarmee hebben? Ik ga het hebben over passief investeren, denk ik. Ja? Ja, ik ga nog even vragen of Trade Republic misschien een samenwerking wil doen daarvoor. Dat is wel leuk. Maar dan heb je dus het hoofdinvestment van de ING gaat praten. Ja? Je hebt Fintessa Vermogensbeheer gaat praten. Nog een paar andere vermogensbeheerders gaan praten. En je boy. Dus dat is wel echt lijp, hè. Dus dan komen we daar ook aan met deze BNW natuurlijk. En wel mannetje. En wat mannetje? Maar je kan dus tickets kopen via de link hieronder. Dan krijg je ook volgens mij korting via mij of zo. En dan kan je daar kopen om alles te leren over aandelen en investeren en alles. Dus doe dat even zeker hieronder. Ik verdien er helemaal niks aan overigens. Ik heb ook geen factuur gestuurd naar ze. Ik vind het veel te leuk om te doen. Dus ik heb gewoon gezegd, prima, ik kom wel. Waarschijnlijk krijgt de rest dan al gewoon veel geld ervoor. Ja. Dus ja, maar ja, ik niet. Dus ik schiet jezelf aan. Dus mocht je het leuk vinden. Je schiet jezelf gewoon in je voet. Dit is eigenlijk de enige link in beschrijving ooit die ik heb gedaan die gratis is. Maar oké, mocht je het leuk vinden, kan je even hieronder een kaartje kopen. En dan kan je mij ontmoeten en zien spreken in de beurs van Berlage. Over aandelen en alles. Dus dat is leuk. Dus doe dat even. Nu naar de harbor. En nu gaan we weer verder met de autoreview. Ciao. Het is gevaarlijk, man. Hij ging al helemaal wielspinnen en zo. Hij kreeg die tractiecontrolelampen aan. Ik voel hem helemaal zo graag van. Het is gevaarlijk, Wil. Ja, ik moet echt voorzichtig doen, man. Het is geen Audi. Nee, het is geen Audi, inderdaad. Die Audi, maar dat bedoel ik, Audi is saai, toch? Dit is veel leuker. Nee, je hebt hier meer... Zo, lekker trouwens. Ik kan hier ook echt... Echt goed mee driften en zo, man. Dat wil ik ook nog even proberen dadelijk. Nou, we gaan eerst zo langs de kant zetten, gewoon even heel klein. Even een besefmomentje. Ja, alleen. Besef, mensen, vroeger deden we altijd, gingen we bol.com producten zoeken. Zaten om 2 uur s'nachts op zolder of zo, met Leeuw Kleine aan. En elkaar succesvol. Elkaar appen, ja. En dan gingen we elkaar appen van, ja, over 2 jaar zijn we miljonair, dit, dat. Gozer, ik kan niet bestellen dat ik dit vertel aan mijn eigen BMW, man. Gozer. Dat is te lijp. Maar ja, nu gaan we eventjes... Je kan het cringe vinden dat het heel klein gecanceld is. Boeit me geen flikker, want dat is even ons van mensen. Akimo! Hoe dik heb ik een hoop gedaan? Maar je kan ook helemaal instellen. Ik heb die van Ton ook gewoon gestuurd. Ja, maar even een YouTube-video. Je kan ook helemaal instellen. Ze zeg maar een elektronische. De dempers kan je instellen. Die telefoon heeft ook gewoon hier neergelegd. Kijk, dus ik kan hem op sport zetten, kijk. Had het scherm nu. Komt hij aanrijden ook. Kijk, sport. En dan kan je hem op normaal zetten. Komt hij aanrijden dan? Ja, dat zag je toch. Comfort. En dan kan Eco Pro. Dat is de GroenLinks-stand. Die gaan we natuurlijk nooit gebruiken, de GroenLinks-stand. Zo, je hebt veel minder controle op die Audi, hè? Zo, ik voel het ook aan alles. Echt veel minder fit. Hier gaat echt je rijkutsten. Dit is echt. Net al die drift, een beetje die kont uit te kloppen. Oké, gaat weer. Zo. Boos. Dat is nul grip, gewoon nul. Pas maar op, hè? Mafkees. Mafkees. Ik had letterlijk gewoon je moeder ook. Nee, dit is echt next level rijden, gewoon hoor. Dit is gewoon even oefenen voor die Ferrari vast. Nou Joep, wat is jouw eerste reactie ervan eigenlijk? Ik vind het een hele mooie auto. Ik ben even de tijd opgezet. Nee, het is een hele mooie auto. Ziekte zit ook bereikt op TikTok. Ja? Dat mensen, ik zat laatst met iemand te eten en heel veel mensen nog steeds TikTok niet serieus. Ja, bizar hè? Ja, terwijl je eigenlijk als je ziet wat jij ermee bereikt om zo'n auto te kopen, zou je eigenlijk al moeten denken van nou, dit is wel teken dat het wel serieus gaat. Ja, ik denk dat dit pas ook de eerste echte is die iemand op TikTok koopt, zeg maar. Ja. En dat het dan ook, dat het een beetje serieus genomen. Ik ken verder niemand met een dikke auto. De ene gast die Juf Alice speelde, dat toch voor de grap een auto gekocht. Ja, voor de grap. Maar dat ging ook heel viraal, ja. Ja, precies. Ja, wie weet ga je ook heel viraal. Ja, maar dit is geen Lamborghini, oké. Ja mensen, tot slot zou ik er even uitleggen hoe we dit nou eigenlijk voor elkaar hebben gekregen. Nou, vorig jaar ben ik begonnen met TikTok zoals jullie weten. En toen heb ik eigenlijk constant gezocht, actief gezocht, naar hoe kan ik geld verdienen met TikTok. Dat was de hele insteek. Ik wilde niet TikTok, ik word niet geld van views of zo of van likes. Ik word alleen geld van geld. Dus eigenlijk was de hele insteek met TikTok al, ik wil er geld mee verdienen. Nou, dat is gelukt.
Dus ik ging actief op zoek naar partnerships en samenwerkingen. Daarom zie je heel vaak ook dat ik link in bio zeg of doe dit. En ik draai ook heel veel advertenties ermee. En toen heb ik daar dus veel geld mee verdiend met het promoten van aandelen app Trade Republic. Daar hebben heel veel van jullie zich voor aangemeld. Dat zijn hele slimme keuzes overigens van jullie. Het is gewoon een win-win. Want investeren is echt heel goed voor je. En dat is echt goed voor je toekomst. En ik doe het ook elke maand zelf bij Trade Republic. Precies wat ik zeg. En jullie hebben dat ook massaal gedaan. En daardoor kon ik deze auto eigenlijk kopen. Ik heb hem niet in één keer gekocht. Want zoals je weet over investeren. Het is niet slim om een auto in één keer te kopen. Zeker niet als dat de helft of meer dan de helft van je bankrekening is. Dus ik heb hem gefinancial leased voor 30.000 euro. Daar betaal ik 6% rente over. En ik heb 10.000 euro aanbetaald. Nou, in principe betaal je dus 6% rente per jaar. En moet je dus iets vinden wat jou meer dan 6% oplevert. Dan maak je dus winst eigenlijk op die lening, snap je? Want eigenlijk, het is een financial lease. Dus BMW geeft mij 30.000 euro. En dan geef ik dan weer terug aan de BMW dealer om deze auto te kopen. Dus die 30.000 euro moet ik ergens anders investeren wat meer oplevert. Nou, wat kan je dan doen? Je kan bijvoorbeeld vastgoed doen als je dan een rendement hebt van hoger dan 6%. Je kan aandelen doen als je een rendement hoger hebt dan 6%. Je kan het in jezelf investeren om meer te gaan verdienen. Je kan een camera kopen en een YouTube kanaal beginnen, whatever. Je kan deze auto kopen en daar content mee maken en daar geld mee verdienen. Als je maar dus meer dan 6% verdient, dan is het eigenlijk, de lening is dan goed geweest. Nou, ik vind sowieso, ik heb het niet daarom gekocht overigens. Ik heb die auto gewoon gekocht omdat ik gewoon auto's echt het allerbeste vind. Het allerleukste in mijn leven wat je van geld kan kopen eigenlijk. Ik vind het heerlijk om met deze auto dadelijk naar Zwitserland te rijden. En dan over de voerkapas en dan zet je hem in zijn sport. En dat vind ik gewoon het mooiste wat er is. Dus daarom heb ik hem gekocht, daar word ik super blij van. Maar het moet ook nog wel een beetje financieel slim blijven en niet gewoon geld weggooien zijn. Dus vandaar dat ik een financial lease heb gedaan. En heel veel mensen zeggen daar dan van vaak van ja, financial lease is hij niet echt van jou, bla bla bla. Nou, dat boeit me geen reet, maar ik zit erin. Dus, en hij is ook gewoon officieel van mij. Ik kan hem gewoon op balans zetten en afschrijven alles. Dat is overigens ook nog een voordeel. Ik heb hem zakelijk gekocht. Dus ik kan van benzine BTW afhalen, ik kan van onderhoud BTW afhalen. Ik kan, als ik een andere uitlaat erop zet, kan ik er ook de BTW van afhalen. Dus overal kan ik gewoon zakelijk het afschrijven. Dus niet alleen financieel een hele slimme zet, want ik ga sowieso van die 30.000 euro meer dan 6% verdienen per jaar. Dat is gewoon niet moeilijk. Dat is fucking makkelijk zelfs. En ja, daarnaast heb ik ook nog iets waar ik super veel plezier uit haal en waar ik onwijs blij van word. En dat is deze auto. En ja, daar ben ik gewoon heel erg blij mee. Toch Joep? Zeker weten. Ja. Dus wij gaan hier ook zeker keihard even leren natuurlijk. Eigenlijk nog even naar de PC Hoofdstraat moeten gaan. Eigenlijk wel. Het is ook donderdagmiddag, staan we helemaal de spits. Het is nu al druk om 2 uur. Dus we staan gaan gewoon naar huis toe. Ik ga hem aan mijn moeder laten zien. Ik ga hem aan mijn opa en oma laten zien. Dan wil ik jullie allemaal hartstikke bedanken voor het kijken naar deze video. Voor het kijken naar mijn TikToks, voor het kijken naar mijn Instagram Reels. Voor het klikken op de link in bio, voor het volgen. Voor het, als je naar in de toekomst in de stad moet uitgaan, voor het foto's maken. Dat vind ik allemaal hartstikke leuk. Dat is allemaal echt top. Daar voel ik de liefde echt voor jullie. Ik zie ook al veel haatcomments soms, maar in het echt is iedereen altijd super liefdevol. En dat vind ik onwijs gaaf. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te liken. Vergeet het niet te delen. En dan zitten we volgend jaar misschien wel in de Ferrari. Dit was Mees Wijnands. Bedankt voor het kijken. Ciao.